Hey Kanjers, wij gaan vandaag beginnen met dag 10 van Kera 7. Gisteren hebben wij geleerd om woorden te lezen met de klank sch vooraan. Dit is een schoen en dit is de klank sch. Deze drie letters die horen bij elkaar en die klinkt als sch. Let op, we horen hier de g, maar die schrijven we niet zo. Vandaag gaan wij leren om woorden te schrijven met deze klank. Dus kijk er goed naar uit welke drie letters die bestaat, want wij gaan nu schrijven 5 verschillende woordjes met vooraan de klank sch. Pak je dictéschrift? Heb je die niet bij de hand? Dan wil ik dat je een papiertje pakt. Wij gaan dit woordje nu schrijven. Ik heb hier het woordje schaap. Sch. A. P. Ik wil dat je het woordje in losse stukjes hakt. Dat je hem opschrijft en daarna controleert. Schrijf op voor mij het woordje schaap. Sch. A. P. Schaap. Ga ik te snel, zet het filmpje op pauze. De juf gaat alvast door. Ik knip met een scherpe schaar. Schrijf op. Schaar. Sch. A. R. Het schip vaart op zee. Schrijf op. Schip. Sch. I. P. Schip. Een school is een vis. Schrijf op. School. Let op. Korte klank hoor in het midden. Sch. O, roel, school. Schiet eens een beetje op. Schrijf op. Schiet. Sch, i, t, schiet. Oké, we gaan de woorden controleren. Daar gaan we. Schaap. Zie je hem? Deze klank die hoort bij elkaar. Schaap. Schaar. Schip. School, korte klank, schiet. Goed zo. Hou je dictéschriftje nog steeds open, want hier gaat een letterdicté voorlezen. Ik wil dat jij de letters opschrijft. Bij nummer 1, daar gaan we. G. I. De. Ik wil je zo meteen 2 keer een au zien. Ze klinken allebei hetzelfde, maar we schrijven ze anders op. Au, au. Lange klank, u. Goed, we gaan de letters controleren. Daar gaan we. G. I. De. Au, au. Het kan zijn dat je die omgedraaid hebt in je schriftje, maar dat maakt niet uit. Ik reken ze allebei goed. Ik wil ze allebei zien. Lange klank. U. Goed zo. Wat gaan wij vandaag doen? Werk je in een zon- of maanboekje, dan krijg je van mij maar 1 instructie, want jullie maken vandaag precies dezelfde opdrachten. Ik ga de opdrachten uitleggen. Let op. Lees en vul in. School, schoon, schuur, schoot, schaal. Ik wil dat je zo meteen de zinnetjes gaat lezen, dat je goed gaat kijken naar de plaatjes, kruisjes gaat zetten bij de woordjes en dat je de woorden op gaat schrijven. Let op, alle woorden beginnen met de klank sch en die ziet er zo uit, dus ik wil die dan ook echt in je schriftje zien. Niet met de g zoals die klinkt, maar met deze letters. Er ligt fruit op de, waar ligt er fruit op? Op de school, op de schoon. Op de schuur, op de schoot, op de schaal. Ik wil dat je het juiste antwoord aankruist en het woordje netjes opschrijft. Dat mag je zo meteen ook doen met de volgende plaatjes. Onderaan de bladzijde. Dit eet je. Ik wil dat je de woordjes gaat lezen en dat je kruisjes gaat zetten wat je kunt eten. Rijst, kun je dat eten? Ja of nee? Pruim, ja of nee? Fruit, smaak, kroos, friet, smul, steen. Dit is een kleur. Bruis, als dat een kleur is, zeg je ja, is het geen kleur, slaan we hem over. Bruin, paars, groen, groep, blauw, gips, krijt. De laatste bladzijde voor vandaag. Ik heb hier bovenaan 3 plaatjes. Vul in 1, 2 en 3. Dit zijn de plaatjes met de nummertjes. Goed kijken naar de plaatjes. Ik wil dat je de zinnetjes gaat lezen en dat je die cijfertjes bij de juiste zin gaat zetten. Oké,
Ik heb hier een brievenbus met 2 enveloppen. Iemand pakt de enveloppen eruit. Oeh, en hier is ze heel erg blij met haar briefje. Pam pakt de post uit de bus. Ze bedoelt de brievenbus. Maar waar gebeurt dat? Ik wil dat je dat nummertje daar neerzet. Ze ziet dat de kaart van Floor komt. Schrijf op het juiste plaatje. Welk nummertje heeft dat? De post is er al. Ik wil dat jij de cijfertjes gaat invullen. Dat doen we ook met de onderste zinnetjes. 2 kindjes die kijken naar een ijsbeer. Hier mag hij een visje geven en daar geeft zij een visje. Deze nummertjes die moeten we hier gaan invullen op de juiste plek. De ijsbeer wil ook wel vis van Noor. Hans geeft de ijsbeer een vis. Kijk eens, 1 ijsbeer. Zet de nummertjes bij de juiste zinnen neer. Ben je klaar? Ga je veilig en vlot goed oefenen woorden met de sch. Daarna wil ik dat je de woordjes van veilig gespeld goed gaat oefenen en gaat lezen in je dunne leesboekje. Zet hem op vandaag.